Salmonella is een bekend probleem binnen de varkenshouderij. In meer dan 80% van de varkensbedrijven is PIA positief aanwezig en in 20 tot 30% van de varkensbedrijven openbaart het zich. PIA is herkenbaar aan bleke vleesvarkens en zwarte mest. In de meeste acute gevallen is er zelfs sprake van plotselinge uitval. In het geval van chronische PIA komt er vaak diarree voor. Tijdens verschillende secties is gebleken dat varkens met chronische PIA een zogezegde tuinslangdarm hebben. Dit is een verdikking in het laatste deel van de darm. Hierdoor ontstaat er achterblijvers. Bij subklinische PIA zijn er geen duidelijke symptomen, wel ontstaat er een verminderde groei en een verhoogde voerconversie. Om erachter te komen of er PIA in je bedrijf aanwezig is, zijn er verschillende methoden om dit te achterhalen. Zo kan er sectie gedaan worden. Daarnaast kun je mestonderzoek doen, maar je kunt ook bloedonderzoek laten doen. Slachtlijnonderzoek is ook een belangrijk punt. En vervolgens kun je ook nog kijken naar de kenningetallen. Hieruit kun je afleiden waardoor de varkens minder presteren. Hoe kun je PIA voorkomen? PIA verspreidt zich op verschillende manieren. Zo kan PIA zich verspreiden onder de varkens zelf, maar ook via knaagdieren, mensen en mest. Het is dus van belang dat er een goede bestrijding is van ongedierte, maar ook een goede hygiëne binnen de stal. Om de infectiedruk te beperken zijn een aantal zaken van belang. Deze zaken komen aan bod in onze PIA-scan. Vraag uw specialist hier meer over. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te kijken naar de dierstromen. Zijn de stallen goed gereinigd en gedesinfecteerd? Zijn de looplijnen duidelijk? Wordt er gevaccineerd? Zijn de voeding en water van hoge kwaliteit? En hoe staat het met de ongediertebestrijding? Strategische inzet van antibiotica is een doodlopende weg en dus geen structurele oplossing. Naast alle maatregelen die je zelf kunt nemen, kunnen wij als Voergroep Zuid je ook helpen in de aanpak van PIA. We kijken naar de vezels, we kijken naar het zuurniveau, we kijken naar de MCFA's, de middellangketenige vetzuren. We maken gebruik van probioticum en natuurlijk kijken we ook naar het aminozuurniveau. Op deze manier kunnen wij de PIA-druk bij onze klanten zeker verlagen. Daarnaast werken onze specialisten volgens een gestructureerde aanpak. Deze methode noemen we de vijf eren. Mijn collega René legt in een ander filmpje uit wat deze vijf eren zijn. Het gestructureerd aanpakken van PIA kost dus een investering in jezelf, maar wij van Voergroep Zuid helpen je graag met de aanpak van PIA in je bedrijf. Om samen voor een maximaal rendement te gaan op het boerenerf. En daar staat Voergroep Zuid voor. Rendement op boerenerf.